Karel, de kop is eraf. Ja, uh, het was een korte vakantie, dat is mijn eerste gevoel uh, als je dat zegt. Uh, maar langs de andere kant ben ik ook wel blij van, van terug te beginnen. Het is, uh, het is uh, altijd met heel veel plezier eigenlijk dat ik hier uh, aan het seizoen ja, kan starten en met heel veel ambitie. Het is natuurlijk nu wel een beetje, een beetje zoeken omdat er nog een aantal jongens uh, weg zijn met de nationale ploeg en dat er ja, nog een aantal transfers moeten gebeuren. Voorlopig is het hard werk, conditiewerk, wat niet zo plezant is. Maar ja, het begin is lastig, dat weet je. Maar een keer dat je begon, zijn zij vertrokken en eh, dat is plezant. Leuke opkomst vandaag, leuk weertje ook voor alweer jouw negende seizoen. Mijn negende seizoen bij Zalteware, ja. Tijd gaat snel. Gebruik dan wel, Karel. <laughs> ja, dat probeer ik ook. Uh, ja, als je dat zo zegt, dan denk ik inderdaad van. Uh, Verdorie, ben ik, al, ben ik hier al zo lang, gaat dat, al, ja, gaat dat echt zo rap. Um, maar ja, als je ergens amuseert, als je ergens goed voelt, dan gaat de tijd gewoon snel. Vijftiende jaar als prof ook. Um, een weer een seizoen met Europees voetbal. Woensdag de loting. We ziet het veldje al achter jou. Wat verwacht je van die loting? Of zijn er ploegen die je er graag zou uitzien komen? Ik moet eerlijk zeggen, ik weet absoluut niet uh, wie dan we kunnen loten. Um, ik weet ja, uit ervaring van vorig jaar dat je in de eerste rondes wel een aantal heel onbekende ploegen uit, uit uh, fja, verre moeilijk bereikbare landen kunt treffen. Ik hoop vooral dat de reis meevalt, dat het uh, geen lange vliegreis met een aansluitend lange busrit is. Ik hoop dat de reistijd beperkt uh, zal blijven en voor de rest uh, maakt het niet veel uit. Het belangrijkste van dit Europese verhaal is misschien dat het in het eigen stadion kan afgewerkt worden. De werkzaamheden zijn nog volop bezig om het, het stadion klaar te krijgen. Maar het zal toch een heel ander gevoel geven om die thuis echt thuis af te werken. Dat is zeker. Uh, ja, ik ben, ben er eigenlijk 100% zeker van als we vorig seizoen uh, onze thuismatchen in Europa hier in Waregem hadden kunnen spelen. Ja, dat we in de volgende ronde hadden gezeten. Goed, dat kon niet. Uh, er is een oplossing gevonden, gelukkig ook maar. Maar het feit dat we dit seizoen Europees hier in Waregem uh, voor eigen publiek kunnen spelen, dat, dat, dat maakt het nog zoveel mooier. Een Europees voetbal is op zich al iets heel moois. Uh, dus ik hoop dat we, dat we minstens even ver geraken en hopelijk verder, zelfs dan vorig seizoen. Opvallende nieuwkomer misschien vandaag. Er blijft een Hazard bij, bij Zulte Wargen. Uh, iets wat een beetje pijnlijker is waarschijnlijk, het vertrek van David fou Ja, uh, eerst en vooral een nieuwe Hazard erbij. Ja, je ziet direct dat hij jong talent heeft. Ik denk dat het qua type eerder iemand is die naar Eden uh, toe neigt dan naar Torgaan. Uh, maar langs de andere kant zie je ook wel dat hij nog, nog, nog werk voor de boeg heeft. Uh, maar goed, bij Torgan was dat in het begin ook zo. Uh, je weet nooit voordat ja, de jongen zal uitkomen. Uh, en wat Davy betreft, het is uh, ja, een heel groot verlies voor, voor de club van de ploeg. Uh, dat is zeker. Uh, langs de andere kant gun ik het hem ook wel. Uh, club Brugge is uiteindelijk de ploeg waar dat hij in de jeugd gespeeld heeft. En als je dan door de grote poort kan terugkeren. Ja, dat is ook wel iets dat, dat, dat mooi is voor, voor iemand. En ja, daarom, Davy heeft zeg mijn maar, hart en ziel eigenlijk voor Zout de in mij gezet, drie jaar lang. Ik ben ook zeker, ik weet ook gewoon dat hij ja, met pijn in het hart hier weg is. Maar dat is ook gewoon de voetbalwereld. En als speler, als, 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 als goede vriend van Davy, eh, ook als supporter, moet je daar kunnen mee omgaan. En moet je ook gewoon heel veel respect hebben voor wat Davy hier drie jaar lang gedaan heeft. Heeft hij het moeilijk gehad met die keuze volgens jou? Ja, ik denk dat wel. Uh, ik denk dat hij langs de ene kant heel blij was met die kans. Um, en langs de andere kant ja, voelde hij hem hier verschrikkelijk goed, uh, bij ons in de club, bij de supporters. En ja, ik, ik, ik denk dat hij er echt uh, lang, lang uh, over getwijfeld heeft eigenlijk. Uh, ja. En welk gevoel blijft er nu in, in de kleedkamer na die transfer? Eerst en vooral uh, ja, verrassing uiteraard. Ik denk dat niemand dat had zien aankomen. Uh, ja, en iedereen weet ook dat Davy heel, heel belangrijk was voor de ploeg op het veld, naast het veld. Iedereen had er gewoon een geweldig goede band mee, want hij stond altijd klaar voor iedereen. deed alles voor iedereen, uh, dus die zal zeker gemist worden. Maar langs de andere kant is dat ook voetbal. En als er iemand weggaat, komt er iemand bij, neemt er iemand zijn plaats in. Ja, uh, het, zal, het, zal, het zal gewoon anders zijn. Uh, maar, maar ja, oké, okay. het, het is de realiteit. We eindigen op een positieve noot. We zagen deze week al foto's van jou passeren op de website van SNV voor de conditietesten. Uh, waren die goed, Karel? Ja, die waren hetzelfde uh, zoals vorig seizoen. Niet slecht, maar ook niet, ook niet fantastisch. <laughs> Voldoende om zoveel wedstrijden uit te houden natuurlijk. Dus eigenlijk al bij al wel goed eigenlijk, ja. Voilà, <laughs> dat horen we graag. Bedankt Karel Daan en veel succes dit seizoen.